Ik denk dat het zo'n actueel onderwerp is. Mediawijsheid, digitalisering. We zijn er steeds meer mee bezig. Ik denk dat deelname aan het practoraat voor RZ Top van onschatbare waarde is geweest. Met name in de overgang door corona naar online leren. Daar heeft het practoraat heel veel kennis en heel veel vaardigheden kunnen overbrengen aan RZ Top. Voor mij persoonlijk heeft het practoraat opgeleverd heel veel nieuwe kennis. Ik ben vanaf februari mocht ik lid worden van het practoraat. En ik denk dat ik heel veel onderwerpen waar ik nog nooit van gehoord had. Dus denk aan VR, maar ook aan verschillende edu-tools die ik nu in de les kan gebruiken. En die ik, waar ik eerder nog nooit van gehoord had. Sowieso heeft het nu al heel veel toegevoegde waarde. De kennis die we opdoen, de nieuwe mogelijkheden die we zien die we daarvoor helemaal niet zagen. Maar daar komen we nu mee in aanraking doordat we ook een netwerk en dergelijke opbouwen. Maar dat gaat alleen maar meer worden. En die ontwikkelingen in de technologie en dergelijke worden ook steeds meer. Het gaat ook steeds sneller. En daar moeten we in bij blijven. En we moeten op die actualiteit kunnen inspelen. En op dat gebied is het practoraat ontzettend belangrijk. Ja, in eerste instantie een groot netwerk waar ik heel veel van heb geleerd. Maar ook dingen als digitools, wat voor digitools zijn er, hoe pas ik ze toe. Ook thema's als privacy, cyberpesten, sexting, et cetera. Heb ik ook heel veel over geleerd en hoe ik dat in de lessen kan integreren. De kennissessies zijn in die zin belangrijk of van grote waarde voor mij, omdat ik denk dat omdat we met meerdere scholen samenwerken, we hele interessante mensen kunnen uitnodigen. Interessante onderwerpen kunnen aantippen en daar samen ook over kunnen sparren. Dus je vergroot eigenlijk je netwerk. Daardoor vergroot je de mogelijkheden voor de samenwerksessies, voor de kennissessies. En dan kan je ingewikkeldere onderwerpen of meer diepgang aanboren. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Dat komt bij elkaar en dat bundelen we dan. Daar komt dan iets heel moois uit. En dat zie je terug in de experimenten die wij doen. En die kennissessies die maken eigenlijk dat je zoveel nieuwe informatie krijgt. Mogelijkheden voor het onderwijs. Maar vorige week hadden we het nog over virtual reality. En binnen mijn evenementopleiding zie ik daar wel mogelijkheden in als het gaat om het inrichten van een evenementenzaal in virtual reality. En dat is iets wat en leuk is voor de studenten, maar daar wil ik ook zeker mijn collega's in meenemen. Dus op dat vlak is het heel erg interessant. Het is kennis delen met andere scholen. Ze hebben andere expertises. En ik denk dat we steeds meer van elkaar kunnen leren. Deelname aan het practoraat is belangrijk voor de studenten, omdat het zorgt dat de docenten zichzelf zeker voelen met vormen van blended learning. En als een docent zichzelf zeker voelt in de lessen die hij geeft, dan worden de lessen uitdagender, leuker. Sluiten ze beter aan op de kennis van de studenten. En wordt het voor iedereen eigenlijk een betere en leukere school. Ik denk dat ook steeds meer modules en steeds meer onderwerpen worden digitaal aangeboden. En ik denk dat het een verrijking is om van elkaar te leren en met elkaar te delen. Ja, nou, de kennis en de expertise die wij hebben, die bundelen we samen en die delen wij. En daar hebben collega's ook profijt van als zij niet weten hoe bepaalde dingen werken of hoe ze om moeten gaan met digitools of in moeten zetten. Dan hebben wij daar filmpjes over of tijdens vergaderingen benoemen wij dat. We hebben kennissessies, ROC Top Breed. Dus samenwerkingssessies hebben wij ook. Dus Zo komt die kennis die wij hebben, wordt dat verspreid door heel ROC Top. Ik denk dat de meerwaarde voor het practoraat ook in de toekomst van grote waarde zal blijven. Omdat we steeds meer blended learning gaan inzetten. We gaan steeds meer naar hybride leervormen, online leren. En het practoraat biedt de mogelijkheid om uit een grote bron van kennis te putten. Doordat mensen kennis van buitenaf mee naar binnen nemen. Doordat ze experimenten kunnen uitvoeren, maar ook doordat ze kunnen leren van experimenten van anderen. We moeten op die actualiteit kunnen inspelen. En op dat gebied is het practoraat ontzettend belangrijk. We kunnen daarin mee blijven doen. Studenten vinden het leuk als we met de nieuwste dingen komen. En dat mag gewoon absoluut niet verloren gaan.